Hoi! Het is vandaag 16 december en dat betekent dat het toch wel tijd is om je cadeautjes langzaamaan in te gaan pakken. Als je ze al binnen hebt, want de PostNL is natuurlijk erg druk. Ik heb ze in ieder geval wel al. Dit. Het is voor mijn broertje. Die heeft onlangs een auto gekocht. En dit is een soort van pakketje om in je auto te zetten en met allerlei dingetjes. Maar de reden dat ik dit ga filmen is omdat ik eigenlijk niet zo goed ben in inpakken. En daarom heb ik wat hulp ingeschakeld van mijn moeder. Hi! Want die kan het namelijk wel op de een of andere manier, ik niet. En gewoon zelfs normale vormen zoals vierkanten of rechthoeken of zo, ik begrijp het niet. Dus het zou fijn zijn als je me helpt vandaag. Oké, okay, nou dan zal ik er één voor doen. Dan mag je daarna zelf aan de slag. Mooi. Kijk op dit. Ja, je moet gewoon een beetje vindingrijk zijn. Hoi Brit, vandaag ga jij cadeautjes inpakken en ik weet dat jij dat enorm leuk vindt. Ik kan er helaas niet bij zijn, want ik ben vandaag aan het werk. Ik ben nu even op visite bij mijn opa en oma. Maar ik wou je toch eventjes heel veel succes wensen, want ik weet hoe vervelend je het vindt. Maar eigenlijk nog meer succes voor je moeder. Oké, nou veel plezier, doei! Leid ons de weg, AUB. Nou, kijk eerst even hoe groot het is. Dan zie je al dat het veel te groot is. En dan moet het te groot papiertje gaan inpakken, want dat werkt niet. Niet? Nee. Als ik zo zit en ik heb hier ruimte genoeg om dit in te pakken, heb ik genoeg. Vierkant is altijd het makkelijkst. Om het alleen maar te draaien. Oh. Dit is heel moeilijk. Dit was het niet het moeilijkste gedeelte. Dat komt nu. Altijd kijken of dit niet te groot is, anders krijg je van die hele dikke punt. Dus dit gaat. Nou, je vouwt eigenlijk alleen maar eerst dit naar binnen. Ja. Dan doe je die naar binnen. Die naar binnen. Dan zie je dat hij er overheen komt. Dus dan doe je even zo. En dan zit hij dicht. Oh. Klinkt makkelijk. Nou, weer precies hetzelfde. Eerst die, dan die, dan die. Even goed aanduwen. Nou, die haalt het net. Voilà. Ik weet niet waar ik al die jaren zo moeilijk over deed. Als ik dit zie. Ja, maar zoals ik al zei, dit is de makkelijkste. Gewoon vierkant, recht toe, recht aan. Oké. Dus, ik zou zeggen, probeer het. Maar dan doe ik gelijk de andere vierkanten. Kijk, om dit niet te groot te laten worden, heb je de helft van dit ongeveer nodig. Hoezo? Maar dat snap ik niet. Hoezo maar de helft? Omdat de andere kant ook de helft is. Die er overheen komt. Dus tot over elkaar heen is het dicht. Daar. Daar. Oké, en hier dezelfde. Dat ligt eraan. Ik denk dat je hem beter zo kan nemen in zijn geheel. Dan kan je hem inwikkelen. Oké. Kon je niet rollen. Ja. Oh. Waar begin ik? Gewoon zodat je hem er bovenop hebt, anders kan je echt rollen. Hier kan je hem vasthouden. Oké. Gewoon vasthouden en rollen. Maar wat is nu de voorkant? Eigenlijk is dit nu de voorkant. Maakt dat uit? In principe niet. Dit is niet te lang. Zie je, je hebt gewoon genoeg. Oh, het hoeft natuurlijk niet helemaal naar beneden te passen. Nee, want de andere kant die komt er al heen. Oké, nou het is gelijk. Zo. Ja, gewoon helemaal tegenpakken aan. Het gaat eigenlijk vanzelf. Oh. En als dat niet zo is? Ja, dan heb je verkeerd papier. Ja. Nou, trots op je. Die is gelukt. Ja,
Dit is anders weer, want dit is niet dik. Hoe kun je? Dus nog minder nodig. Ja, nou, dat gaat zo dan. Ja, oké, okay, maar dan... Het andere was net dik, dus toen moest ik zo rekening mee houden, maar nu... Als je zo gaat doen... Is dit te groot? Dus... Ja, wat je zegt, je hebt daar aan de zijkant heb je niet zoveel nodig. Ik kan het beste zo doen. Maar ik zou het niet lekker doen. Zo heb ik genoeg. Dan kan hier eigenlijk van houden, maar zo'n strookje over. Dus ik weet niet of je op iets kleins hebt. Dit, maar... Dat zou kunnen. Ja, maar goed. Maar kan je ook zo doen? Dat kan. Voor de advanced. Versie. Hoe doe je dat? Nee, gewoon. Waarom doe je dit niet? Weet ik veel. Dat zie ik toch mensen doen, denk ik. Zo. Maakt niet zoveel uit, ziet er mooi uit of zo. Maar nu is deze scheef. Nee, in de winkel niet, dat hangt. Of was het al scheef? Dat kan, want jij hebt het geknipt. In de winkel is inderdaad ingewikkeld met vouwen en. Ja, maar. Dat is dan. Winkel inpakken. Dat is wel mooi. Ja. Of moet je even kijken of het een beetje gelijk is. Ja, dan kan je het opschuiven. Nou, nummer 3. Ja. Nou, dan ga ik even kijken of dat past. Ja. Het wordt nu meer een uitdaging omdat dit nu langer is dan ja. Dat. Wacht, maar ik doe gewoon alsof het recht is. Mm-hmm. Dus zoiets. Ik kan ook tijdens het inpakken dat je het die kant op duwt. Dan heb je die kant vastgemaakt en dan past het daar niet meer. Oké, rustig. Dat is agressief. Nou. Best oké. Okay. Ja, toch? Oranje flesje. Dit is net te weinig, hè? Of is het net genoeg? Maar dat is wel grappig. Het is ietsje meer. Zo kan het, denk ik wel. Dat is zo. Maar dat ook niet. Dat is nog zo. Wat grap. Ik zou het ook zo doen. En dan dit. Of ongeveer dat. Ongeveer, ja. Ietsje ervoor. Ik denk dat ik dat nog het lastigste vind. Het inschatten van hoeveel papier ik nodig heb. Want maar in principe is het niet zo moeilijk, want je neemt gewoon dit met een klein randje. En afhankelijk van hoe hoog het is, des te meer papier heb je nodig. Ja, maar ik denk dat ik het altijd iets te groot knipte, waardoor ik altijd zo enorm veel aan de zijkant overhoud. En dan... Nou, dan krijg je aan de zijkant dan krijg je de proppen. Want in de winkel dan presteren ze het altijd om van je achter bij elkaar te krijgen. Oh, je bent nu echt, heel. Wauw. Oké. Dit is wel echt next level. Ja, het is een beetje verschoten inmiddels, maar maakt niet uit. Is dit vakje genoeg? Ik denk het wel. Om dit in te pakken? Oh nee, grapje. Zie je, daarom gaat het elke keer mis in mijn hoofd. Als ik nog een keer kan vouwen. Dus ik heb iets meer nodig. Mm-hmm. Zo. Zo. Dit is het. Oké. Snelle leerling. Maar zie je ook soms mensen zo. Ja, dat kan als je net een stukje papier over hebt wat niet genoeg is om recht in te pakken. Dit is gek. Wat? Dit ziet er niet uit. Wat moet ik nou? Het lijkt wel een envelop. Dat is wel enigszins, maar dit. Nee, dit is niet hoe ik het heb gezien. Ja. Het maakt het toch niet uit? Het zit ingepakt. Ja, ik kan niet zien wat erin zit. Dan hebben we nog dit ding. Ga ik nog moeite doen om uit te meten? Of... Hans, als je wil weten hoeveel je nodig hebt, dan leg je zo.
Oké, okay, zo. En dan hier dan nog een stuk bij. Feels the perfect choice. Mensen zeggen toch niet van, jeetje, wat heb je dat mooi ingepakt. Nou ja, ik heb het idee dat ze dat bij Joy wel doen. Nou, Britt is inmiddels druk aan het inpakken. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik hoop dat de moeder het ook overleeft met Britt haar perfectionisme. Zoals je kan zien liggen bij ons al een hele hoop cadeaus in de hoop. Doe het dan ook met lintjes en strikjes. Ja, daardoor ziet het misschien ook gelijk er leuk uit. Maar dat ga ik ook zo doen hoor. Dan ziet het er ook leuk uit. Ook al is het voor Vin. Hij zal wel zeggen van, dat is toch allemaal niet nodig, die lintjes. Ja, precies. Daar heb ik niet ingekopen, denk ik, dat hij ook gewoon thuis kan komen. Deze doen we later. Niks aan de hand. Oké, okay, we are back. Yay. Nog twee weken. Oké. Hij draait. Alsof je net niet hebt ingepakt. Ik ben het alweer vergeten. Dan zou deze nog beter werken, denk ik. Ja, maar die hadden we al getest. Die werkte niet. Met dit? Niet. Ja. Nee, maar zo ook schuin. Zo hoor. Dan werkt dit nog beter, denk ik. Oh. Je maakt het hem graag lastig. Ja. De allerlaatste. Dat past ook niet. Nou. Geen papier verspild. Yay, klaar. Nou, geslaagd zou ik zeggen. Ik heb hier wat cadeautjes die ik zelf had ingepakt al. Nou ja, obviously een fles. Met een leuk jute touwstrikje. Een leuk glitterkaartje. En hier ook nog een strikje of lintje of ik weet niet hoe dat heet. Ik gooi bijna bal uit de boom. Nou, nog een keer een fles met ook een glittertje, ander kleurtje wat leuk past bij het papiertje. Met een ander lintje. Hier nog een leuk doosje met een strikje. En dan hier. Dan nu versieren, zodat het nog mooier wordt. Nou, ik heb tekens en lintjes. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik heb wel zin in zo'n flops. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Wat is dat? Een flops? Hoe lang moet dat zijn? Zo? Ja, dat is afhankelijk van wat je ermee wil natuurlijk. Je weet er alleen maar op, je weet er omheen. Gewoon, ik wilde zo'n flops. Nee, kijk, dit bedoel ik. Ja, dat moet je niet nu al doen. Oh, niet nu al. Oh. Nee. Oh, zelfs dat kan ik niet. Of een groen tapeje. Dit ga ik lang niet doen. Zo. Zo. Dan doe, daarna doe vloeps. Ja. Dan moet je wel inderdaad met de gier tegenhouden, anders trek je het hele tapeje weer af. Oh, daar ging niet helemaal. Zo. Ja. Hoezo kon ik dat niet van tevoren doen? Kan wel, dat ligt er aan wat je in. Dan weet ik, dan als ik het gewoon vasthield. Dan moet je wel hier vasthouden. Ja. Dat je dat. Het is niet zo als ik bedacht had. Cheers. Je kan ook zeker zo knippen in het midden, dan heb je meer stuurtjes. Wat nou als ik knip? Dat zeg ik. Oh, nou, of je moet het gewoon heel zicht doen. Oh, dat is wel mooi. Nou, ik hoop dat jullie er ook wat van op hebben gestoken. Ik in ieder geval wel.
Morgen zie je hoe we de make-up hebben gedaan in de introfoto's. Dat was wel weer een dingetje. We zijn daar toch niet zo heel goed in, maar dat zie je allemaal morgen. Oké, doei! Hey, leuk dat je de video hebt afgekeken. Ja. Like even de video alsjeblieft. Subscribe ook op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, dat is wel slecht. Ja, precies. Ja. En volg ons vooral op Instagram, want daar zijn we super actief. Daar kun je ons gewoon bereiken. En als je dan op de hoogte wilt blijven van alle nieuwe dingetjes, dan moet je daar weer zijn. Zeker. En we gaan je heel veel vragen stellen deze maand. Heel veel dingetjes waarin je mee kan doen. Lekker interactief. Oh, love it. Ja, let's go. Doei. Oh. Tot morgen. Oh ja. Tot morgen.